Ik ben Bram Lankraaier, adviseur bij Twijnstra Gudde en ik wil het graag hebben over SpaceAd. SpaceAd is een online website waarbij wat eigenlijk een nieuwe dimensie is in het gebied van online leren. Het past in het rijtje van Mingle en iTunes University. Het grote onderscheidende punt van SpaceAd is dat het gebaseerd is op twee wetenschappelijke aannames. En dat eerste is dat je content beter onthoudt door het in de tijd vaker te herhalen. De tweede is dat je door het testen van de content, dat je dat ook beter onthoudt. Het mooie aan SpaceAd is dat er verschillende manieren content wordt aangeboden en ook verschillende vormen. Zo kan je bijvoorbeeld een cursus chirurgie volgen SpaceAd, maar je kan ook iTunes tips en tricks krijgen op internet. Wat je eigenlijk doet, je maakt een profiel aan bij spaceAd.com en daar stel je in hoe vaak je de content wil krijgen, hoe vaak je getest wil worden. En welke content. En op basis daarvan krijg je per dag, per week, per tijdsinterval wat je hebt ingesteld, krijg je vragen toegestuurd die je dan gaat beantwoorden. Het mooie aan SpaceAd is ook dat je zowel gratis content kan aanbieden als aanbieden, maar dat je ook gewoon betaalde content kan aanbieden. Dus het is een soort veiling voor kennis en kunde. En je kan dus als organisatie zelf ook betaalde kennis aanbieden. Vraagstukken die wij hierbij hebben is, hoe blijf je dan als docent nou verbonden met het leerproces van je leerling? Je stelt af en toe vragen volgens een bepaald stramien, maar hoe hou je nou bij wie wat heeft gedaan en of het geleerde geleerd is? Daarnaast wil je als student ook garantie hebben dat de kwaliteit goed is. En hoe weet je dat nou, behalve als iets veel bekeken is, wil je ook gewoon graag weten wanneer iets goed is. En het laatste vraagstuk wat we hebben is, hoe past dit nou binnen de bestaande schoolorganisatie? Dus hoe kan ik als school zijnde dit gaan gebruiken bij mijn onderwijsproces.